Dit is hem, de Zo Kan Het Ook Award. Dat is een hele vette prijs voor een initiatief op het gebied van armoedebestrijding en het tegengaan van sociale uitsluiting in Groningen en Drenthe. En de winnaar, die zit hier, in Stadskanaal. De Ark voor Mens en Dier. En het mooie is, ze weten helemaal niet dat ze gewonnen hebben, maar ze denken dat ze genomineerd zijn. Ik ga ze verrassen. Kom mee. Mooie loods, man. Genoeg ruimte voor spulletjes. Hallo, hallo, hallo. Kom er even bij, zeg. Ja. Wat doen jullie hier precies? Wij verzamelen spullen in en we proberen dan de spullen bij de mensen te krijgen die het nodig hebben. Dus dat ze een bankstel kunnen krijgen, een eethoek, een kast of een bed. Dat ze in ieder geval kunnen beginnen weer de basis op te bouwen. En dan hoeven ze niet daar zorgen om te maken, want dan kunnen ze daarna weer verder bouwen. Want jullie zijn genomineerd voor de Zo Kan Het Ook Award. Ja, ik was helemaal verbaasd dat dat gebeurd was. En ik hoop eigenlijk dat de groep ook de waardering krijgt die ze ook verdienen. Want ja, ze helpen allemaal zo gigantisch goed mee. Wat is nou de kracht van deze plek? Ja, we zullen zeggen eenheid. Ik bedoel, hier is alles per spreekwoord. En daarom is dat zo gezellig. Wat betekent deze plek voor jou? Veilige stageplek. Ik mag hier mezelf zijn. Ik mag hier mezelf uiten. En ruimte om jezelf te ontwikkelen, maar ook om met andere mensen om te gaan. Ik denk dat de kracht van deze plek is dat iedereen die gezelligheid nodig heeft hier naartoe kan komen. Als je spullen zoekt, dan kun je hier naartoe komen. Als je wel wat te besteden hebt, dan laat je een bijdrage achter in de collectebus. En zo kun je eigenlijk alle mensen helpen met mooie spulletjes, met gezelligheid. En zorgen dat ze weer wat meer onder de mens in de maatschappij komen. We zijn gewoon heel trots op dat wij dit mogen doen en dat wij genomineerd zijn. Ja, ik vind dat gewoon geweldig. Ja, het is ook geweldig. En die trots kan misschien nog wel een beetje groter worden, want eigenlijk hebben we een geheimpje. Jullie zijn niet alleen genomineerd, maar jullie hebben de Zo Kan Het Ook Award dit jaar gewonnen. Oh, geweldig. Alsjeblieft. Wauw, echt. Te gek. Oh, jongen, ik ben zo trots. Dank je, dank je, dank je. Oh, dit is echt een geweldige verrassing. Mooi, hè? Oh, er zijn tranen bij, mevrouw. Ja, we zijn gewoon heel trots. Nu ben ik heel trots. Tranen van blijdschap. Tranen van blijdschap, ja. Het is natuurlijk niet alleen een beeldje en de eer, maar ook een cheque van €500 voor jullie. Oh, jongens. Oh, zo trots. Geweldig, toch? Ja, ik ben heel blij. Ook de tranen in de ogen. Ja, nou ja, daar werken we ook voor. En wij kunnen nou dan weer meer mensen helpen. En dat is voor ons gewoon geweldig. En een stuk waardering. Ja.